Ik maak biologisch duurzaam brood. Natuurlijke manier gemaakt. Met houtoven zelf gestookt. Dus dat past allemaal prima binnen het stekconcept. Breda Nu. Je weet het meteen. Op 30 maart vond er weer een stekmarkt plaats op creatief bedrijventerrein Stek. De plek voor al je biologische en duurzame producten. Dit is Breda Stek. Ja, goedemiddag. Fijn dat jullie er zijn. En wat jij maakt duurzaam brood? Ja, ik maak biologisch duurzaam brood. Natuurlijke manier gemaakt. Met houtoven zelf gestookt. Dus dat past allemaal prima binnen het stekconcept. Ja, leuk. Recycle, een beetje op de oude methodiek. Ik maak deze brood. Dag mevrouw, wat vindt u van de stekmarkt? Geweldig, in één woord. Ja, prachtige plaats. Ze hebben allemaal duurzame producten? Sowieso duurzaam, maar er is over nagedacht. Heel veel wordt gerecycled. En ja, ik vind het een heerlijke plek om daar veel te komen. Sfeervol? Super sfeervol, ja. En op koffiedrap? Daar kweken ze, ja, op koffiedrap. Er wordt geënt met schimmels van de oesterzwam. En dan, als die helemaal doorgroeid is, dan na een week of zes gaan daar oesterzwammen op groeien dan. En nou ja, die worden dus hier verwerkt in de zwamballen. En ja, daarbij serveert Leo dan ook mijn biologische mosterd. Want dat is duurzaamheid? Duurzaamheid, klein ondernemerschap. Leuk om te zien. Dus jammer dat het, dat voor mij betreft zou het sneller mogen groeien. Okay. Dit soort initiatieven. Ja. U bent een boot aan het lassen? We zijn hier oude bootjes aan het restaureren. Het is een oud aakje of een zalmschoutje uit de vorige eeuw. Die is helemaal netjes opgeknapt. En achter jou ligt een oude aak, ook een dikke 125 jaar oud. En die krijgen allemaal weer een nieuw leven. Wat is er duurzaam aan het maken van cadeaupakketten? Deze theeglazen komen allemaal van de kringloop. Ja. En daar wordt dan iets op gegraveerd. Okay. Dus hergebruikt. En de theetipjes die komen ook van de kringloop. En die worden dan met verf mooi gemaakt. En daar maken we dan een pakketje van, zoals hier het voorbeeld te zien is. Wat vindt u ervan, van deze beurs? Ik vind het heel erg leuk. Ja, dat is gewoon grappig. Is gewoon andere dingen dan wat je normaal ziet. Ik sta hier in restaurant Food Gorilla. Ja, dat klopt. Wat is hier duurzaam aan? Nou, het begin met het onderkomen is voor zo'n 80-90% gebouwd uit hergebruikt materiaal. En daarnaast zijn mijn maaltijden ook duurzaam. Ik kook met voedingsmiddelen gered van de verspilling. En ook veel biologisch. We hebben ook ons eigen voedselbos waar steeds meer uitkomt. Maar zelfs afvalstroom is duurzaam. Dat bijvoorbeeld een deel gaat naar de composthoop en alles wordt netjes gescheiden. Wat zou u nou zeggen tegen de Bredaanse kijker om ze aan te sporen om ook duurzamer te gaan kopen? Nou, sowieso. Ik denk zeker in deze tijd met het klimaat. En dat mensen toch eens wat bewuster gaan worden en wat meer na gaan denken van waar ze mee bezig zijn. Gewoon bloemen een klein beetje verder en thee en dan gewoon met fietsen die dan eigenlijk dingen die weggegooid worden. En dan maken ze hier weer hele leuke dingen van. En wat was er met die thee precies? Ja, die komt uit Nederland. Okay. En dat is grappig, want wij waren van de zomer op de Azoren. En dat was de enige Europese theekwekerij, vertelden ze daar. Oh. Maar ja, hier is het dus ook. Breda Nu. Je weet het meteen.